Goedenavond inwoners van Gransbergen. Namens Oranjevereniging Gransbergen en omstreken wens ik u hartelijk welkom bij deze bijzondere opening van Lichtstad Gransbergen 2020. Een hele bijzondere opening. Bijzonder omdat ik hier alleen sta. Geen afvaardiging van de gemeente, geen bestuur en ook geen honderden toeschouwers klaar voor de aanvang van Gransbergen Lichtstad 2020. Voor de eerste keer sinds 1972 geen Lichtstad, geen feestweek. Al vroeg in het voorjaar hebben we de beslissing moeten nemen om Gransbergen Lichtstad 2020 af te lasten. Wat een besluit van onze premier om 21 april alle evenementen binnen heel Nederland af te moeten gaan lasten. In het belang van de gezondheid van ons allen en voornamelijk de kwetsbaren in onze samenleving. Wat een heftige periode. Maar in die periode was het nodig. Het virus sloeg hard en meedogenloos om zich heen. De maanden daarna kregen we onze vrijheid enigszins terug. Maar het was niet genoeg om een grootschalig evenement of kleinschalig evenement te gaan organiseren. In juni hebben we weer kunnen vergaderen, op 1,5 meter. Het kon net. Binnen het bestuur leefde de grote wens om toch iets te gaan organiseren. In de 2 vergaderingen daarop heeft een spontaan ingestelde commissie een groot aantal ideeën uitgewerkt. Binnen korte tijd werd het gewoon een evenement waarop ze zelf ging staan. Een bijzonder evenement, vooral heel veel digitaal. En wij heel veel straten gewoon in medewerking al toe hebben gezegd. Gewoon, wat gaan we doen? Gewoon met elkaar spelletjes doen. Een quiz. Zelfs enige elementen van de feestweek komen langs. We gaan toch palmnat vissen en de Sjeur de Boele staat ook op het programma. En wij als Oranjevereniging laten ons verwennen door de 19 deelnemende straten. Zij zorgen voor een stukje vlees van de barbecue en de taart op de dinsdag. En ook voor het entertainment moeten zij gaan zorgen met een leuke muzikale act. Al met al wordt het natuurlijk niet de week waar we met elkaar hebben gehoopt toen we in september vorig jaar de voorbereiding zijn begonnen. Voor een aantal van het bestuur wordt het op deze manier wel een heel bijzonder afscheid. Laten we hopen dat we dat volgend jaar met elkaar recht kunnen zetten. Voor nu wens ik alle deelnemers namens de Oranjevereniging Gransbergen omstreken heel veel succes toe en alle kijkers die via het internet met ons meekijken heel veel kijkplezier. En voor dit jaar geldt als nooit tevoren. Pas op elkaar. En al rekening met elkaar.